Bij de opening in 1890 was de Rubenszaal meteen de belangrijkste zaal van het museum. Grappig is dat meteen een directe toegang tot het depot is gemaakt, een soort slimme vluchtweg door een gloof in de vloer. Bij de restauratie is de originele kleur van de muur weer teruggebracht. En net als helemaal hoog daar rondom de daglichtvensters de vergulde versieringen. Een mooie nieuwigheid is dat de altaarstukken hoger dan gebruikelijk in musea zijn opgehangen. Zo hoog als in de kerk. Daardoor kijken wij dus op naar alle heilige figuren en zij kijken neer op ons. Het belangrijkste altaarstuk van deze zaal, zo niet van het hele museum, is deze aanbidding door de koningen uit 1624. Het schilderij is gemaakt voor een van de belangrijkste kerken van de Sint-Michiels-abdij. Die abdij die is door brand, blikseminslag en de beeldenstorm behoorlijk uh, uh, verwoest. En in 1624, 500 jaar na de stichting, bestelt Abt Matthijs van Eersel dit enorme 4,5 meter hoge altaarstuk. En toch voel je je niet buitengesloten. Dat komt door de compositie. Kijk, kijk even met me mee. Daar rechts boven Maria, in feite begint daar een soort zichtlijn, die doorloopt naar de hoek linksonder. En helemaal links daarboven Melchior begint een andere zichtlijn die naar rechts onder loopt. Oké, okay, nou heb je een kruis. Niet helemaal door het centrum van het werk, maar het is toch een, een kruis. In de meest rechtse driehoek staan Maria en Jezus. In het midden daarbij, vlak daar links van uh, Jezus, staat Kaspar die zijn wierok geeft in wit. Wit is een kleur die meteen opvalt. En daar is Melchior in het rood, daar weer iets boven Balthasar, die mirre geeft en een groene mantel heeft. En daaromheen is het een werveling van figuren, en belangstellende en mensen die van alles doen. Er staan zelfs nog twee kamelen op. Vanuit het verre, verre oosten hebben die de koningen, de wijzen, naar de stal gebracht. Hier in deze zaal hangen ook drie schilderijen uit het voormalige Antwerpse Augustijnerklooster. Ze zijn gemaakt in 1628 door de belangrijkste schilders die er op dat moment in Antwerpen waren. Rubens, Jordaans en Van Dijk. En ook dit klooster kende een soort eh, moeizame geschiedenis. Vergeet niet Augustijners. Luther was een Augustijn, zijn monnik. Werden verdacht van protestantse ideeën, sympathieën. En Karel V heeft het klooster al eens een keer gesloten. Maar uiteindelijk vonden Albrecht en Isabella uh, het een goed idee om er een nieuw klooster te bouwen. Trouw aan de katholieke kerk natuurlijk. Deze drie altaarstukken kwamen daar terecht. De kerk was gewijd aan Maria. En Rubens maakte dan ook een tronende Madonna, omringd door engelen. Die prachtige blonde vrouw, dat is de heilige Katharina. En Jezus schuift een ring om haar vinger. Dit is, zo heet dat bij dit soort schilderijen eigenlijk, het mystieke huwelijk van de heilige Katharina. Wat zij ooit als een visioen heeft gezien. En Rubens schildert het nu voor ons. En aan de linkerkant hangt dus het schilderij wat van Dijk maakte over de extase van de heilige Augustinus, die uiteindelijk de naamgever van de orde is. Rechts is de marteling van de heilige Apollonia. Die heeft Jordaans dus gemaakt. En die Apollonia die moest nogal wat ondergaan om heilig te worden. Ze moest haar christelijk geloof afzweren. Zo niet, dan zouden al de tanden uit de mond worden gebroken, daardoor die beul. Dus al die tanden gingen eruit. Toen werd er gezegd: je krijgt nog een kans. Zweer je geloof af, want anders ga je op de brandstapel. En ook dat heeft ze ondergaan. Apollonia, tussen haakjes, is dan ook de patroonheilige van de tandpijn geworden. Wat ik het meest ontroerende schilderij in de hele zaal vind. is veel kleiner, veel bescheidener. Namelijk het epitaaf. Een epitaaf is een grafstuk. En Nicolaas Rococks, die pas stierf in 1640. en zijn vrouw Adriana Perez, die stierf in 1619. die bestelden al in 1613 bij hun vriend Rubens dit stuk. Het thema is. Geloven zonder bewijs, in volledige overgave. Kijk, want dat middenpaneel, daar staat Christus op en die toont zijn wonden. Hier laat hij aan deze drie mensen, waarvan men nu toch vermoedt dat het apostelen zijn, zijn stigmata zijn, het tekenen zijn handwonden zien. En als je het ziet, geloof je. Niet. Maar de ware christen hoeft het niet te zien om toch te geloven. Dat is wat Rococks en zijn vrouw hier op dit schilderij aan ons vertellen. Christus, kijk naar dat lijf, hoe prachtig het geschilderd is. Niet wat wij ons meteen bij Rubens voorstellen. Het is een klein formaat vergeleken met andere werken. En het is heel verfijnd en toch heel levendig geschilderd. In het museum hangen elders ook nog allerlei werken van Rubens. Doordat er gekozen is thematische opstelling te maken, dat betekent er zijn overal onderwerpen en daar passen werken van Rubens en al die andere schilders dan ook bij, en worden ze soms heel vermakelijk bij elkaar gegroepeerd.